Heeft u schouderklachten? Dan kunt u oefeningen doen die stijfheid en verslechtering misschien kunnen voorkomen. Begin met deze oefeningen en ga daarna naar het filmpje schouderoefeningen stap 2. Oefening 1, de zwaaimolen. Ga rechtop staan en buig daarna een beetje voorover. Laat de arm met de schouderklacht slap naar beneden hangen. Draai nu met uw arm ontspannen een klein rondje, alsof u in een pan roert. Maak de cirkel niet te groot. Laat uw arm daarna weer helemaal slap hangen tot hij stilhangt. Draai daarna weer dezelfde cirkel. Gaat het goed, maak dan een wat grotere cirkel. Laat de arm daarna weer ontspannen hangen tot hij weer helemaal stilhangt. Herhaal de oefening. Lukt deze oefening na 1 of 2 weken goed? Doe de oefening dan met een haltertje van 0,5 kilo of neem een boek of een klein flesje water. Oefening 2. De muurmuis. Ga met uw schouder naar de muur staan. Leg uw hand op de muur met gestrekte arm. Kruip met uw vingers over de muur omhoog. Probeer zo hoog te komen als u kunt, maar ga niet hoger als het te veel pijn doet. Druk uw hand en arm daarna even wat extra aan tegen de muur. Laat daarna uw hand langzaam langs de muur weer omlaag glijden. Herhaal de oefening. Oefening 3. De muurvlinder. Sta rechtop met uw borst tegen de muur. Laat uw armen slap langs uw lijf hangen en draai uw handpalmen naar de muur. Houd uw armen gestrekt en veeg met beide armen naar opzij, zodat ze horizontaal tegen de muur aan liggen. Wacht 3 tellen en probeer dan door te vegen totdat uw armen gestrekt langs uw oren omhoog wijzen. Veeg daarna uw handen weer over de muur terug tot uw armen weer langs uw lijf hangen. Herhaal de oefening. Bouw de oefeningen geleidelijk op. Doe elke oefening bijvoorbeeld 5 keer achter elkaar en doe dat 3 keer per dag. Doe het op uw gemak. Geen haast, geen kracht. Het mag wel wat gevoelig zijn, maar stop als het te veel pijn doet. Doe de oefening daarna voorzichtiger. Bouw langzaam op totdat u na een paar weken alle oefeningen na elkaar kunt doen en elke oefening 10 keer. Kunt u deze oefeningen goed? Probeer dan de 3 oefeningen uit het filmpje Schouderoefeningen stap 2.